السلام عليكم يا اخو مسا سجد مليح ما شي لا خير ما خير سجد لما خير راهم غاش بالحك طلع خير ما يا ناس خير ما خير خير سلبا حاضر حسيت خاطر ما خاطر خير سجد براخا حافيدا بس كادر وخا سمغرا باش نفهم غا تمغرا باش ما سي خير برا خاطر ما سي خا اي برا خاطر برا خاطر واخا مسا سجم صفر مدا اول ما سيرا ما غاسح تلفزيون تفين كنا على خزحتي في ستة فين سرم تيرا يام ساس قم سفرم تيرا يام خيا بعد خادرا ما خاد دفع بخادرا يا خاما عفيرا انك هذا باي سلام انو بي فتاو افديلين يا هلو كم بينا هاي دانيال هاي Dit is Havida. Hi Havida. Dit is Daniel Kok. Ja. Hij is vertaler van de ondertiteling hier bij het NOB. En hij is dus de man die jou waarschijnlijk wel kan vertellen hoe het nou precies zit. Maar stel even nog je vraag. Hoe ondertitelen jullie een film? Bijvoorbeeld als ik een Engels-Amerikaanse film of zo kijk, dan tegelijkertijd als die vrouw of zo praat, dan komt er ineens een ondertiteling in het Nederlands. Ja. Dat zal ik je vertellen. We hebben een band, zoals deze. Die draaien we en op die band staat een tijdklokje boven in beeld. Die zie je daar lopen. Ik laat hem nu even lopen en hij gaat ook mee. Ja. Dat zijn de seconden. Ja. En met mijn voeten kan ik hem starten en stoppen en ik kan hem snel laten draaien. Ja. Zodat ik mijn handen vrij heb. En we hebben een script van die film en daar staat precies in wat er gezegd wordt. Ja. Kijk, ze begint met excuse me en dan is ze uitgepraat bij 27 seconden. Kijk maar. Daar komt Excuse me, I'm with Gilbert Wayne. I called this morning for an appointment by some mistake. I got disconnected. Tot 27. En nu gaan we vertalen wat zij daar zegt. Zeg maar. Eventjes kijken. Ze zegt. Excuse me, I'm Gilbert Wayne. Pardon. Gilbert Wayne. Ik ben. Hoe heet ze ook weer? Whitney. Gilbert Wayne. Gilbert Wayne. Zo van Dwayne Wayne, hè? I called this morning for an appointment. Ik heb vanmorgen gebeld voor een afspraak, maar door een vergissing werd de verbinding verbroken. Ja. Dat zegt ze in... Dat zegt ze in het Engels. Goed, dan laat ik het nu even zien. En dan moet jij maar eens proberen om hardop mee te lezen. Okay. En ik ben benieuwd of je dat kan. Excuse me, pardon, ik ben with Gilbert Wayne. Ik heb gebeld voor een afspraak, maar door een vergissing... Uh-oh. En hij was al... Oei. Het ging een beetje snel, hè? Ja. Plus wel erg veel tekst, hè? Ja. En het zag er een beetje raar uit. Ik zag het helemaal niet. Nee, hè? Nou, is een van de regels die wij hebben, is dat er maximaal 2 regels onder mogen, niet meer. En dat moet je in, zeg maar, 6 à 8 seconden kunnen lezen. Dus je moet hem inkorten. Dus hij moet heel erg ingekort worden. Nou, pardon, dat doen we er gewoon maar uit. Ja. Oké. Okay. En dan, ik heb gebeld voor een afspraak. Ja, nou ja, voor die afspraak gooi je er ook maar uit. Ik heb gebeld. Ik heb gebeld. Goed, nou zo ga je dus helemaal inkorten. Maar misschien gaat het dan wel beter. Ik ben Whitney Wayne, ik heb gebeld, maar de verbinding werd verbroken. Ik ben wel eerder klaar dan haar. Dus dan is het goed. Jij leest dus nog sneller dan zij. Ja, en dan kan ik nog de beeld nog even zien. Dus in feite, Daniel, moet je 2 dingen doen. Je vertaalt wat er gezegd wordt en daarna ga je het inkorten. Ja. Oké. Oké, Afida. Bedankt voor de uitleg. Uitstekend hoor. Tot ziens. Okay, dag. Ja, aan de hand van de tijdcode maakt je een soort tijdsplanning. Dan gaat hij het helemaal vertalen, maar de vertaling is vaak te lang. Dan moet hij dat dus inkorten. En als hij dat ingekort heeft, dan komt... Wat zeg je?